gekookt? Nou, ik ben op een stek waar ik eind van de week een paar uurtjes ga zitten. Ik ga in het voren even een beetje voeren, een aantal dagen, een dag of drie ongeveer. Hier zit een mooi stekje zoals je ziet. En aan die kant zit ook een mooi stekje. Dan kan ik op beide stekken een hengel plaatsen. Wat ik doe is, ik heb wat pellets bij me. Ik heb hier een blikje met een klein blikje mais en ik ga dus nu even in het voren ga ik wat op de stek schieten. En dan hoop ik dat dat over een aantal dagen als ik hier ga zitten, dat hij zijn vruchten af gaat werpen. Ik heb ook een beetje mais is meegenomen, en zoals jullie zien de pellets. En ik ga dus ook een beetje voeren wat ik nog over had en zo. En dat zit er een beetje bij doorheen. En dan ga ik dus even wat voeren waar ik wil gaan liggen. Helpt. Eerst twee keer. Dit is de andere stek die ik ga voeren. Die zitten echt naast elkaar. Het zijn wel echte obstakelstekken. Je ziet wel allemaal struiken om me heen. Ook hier in het water. Pompels, lelies, takken liggen er. Dus ja, het is wel een beetje zoeken en ook wel een beetje lef tonen. Nou ja, ook dat moet af en toe voor het visje wat je vangen wil. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Ook hier gaan we even wat schieten. Te snel draaien. Zoals je ziet maak ik een heel spoor. Het is niet dat ik echt specifiek een klein plekje wil waar alles ligt, maar het mag best wel een beetje verspreid liggen dat die vis uit de azen gaat en aan het zoeken gaat. Het is niet echt heel secuur op een vierkante meter of zo. Dat heel secuur ligt. Het mag best een beetje verspreid en dat die vis lekker gaat azen en dan hoop ik dat hij over een aantal dagen dat ook doet.